Wie denkt aan het nachtleven van Groningen, denkt al snel aan Oost. Nachtclub Oost is een begrip en lang niet alleen hier in Groningen. Feist noemde ze al de natte droom van elke clubber. En daarom kwam het nieuws behoorlijk hard aan dat Oost zijn deuren moet sluiten. Eigenaren Bram en Jorne zitten hier. Fijn dat jullie er zijn. Nou, eerst eventjes Bram. Hoe reageerden jullie omgeving op het nieuws? Want wanneer kwam het naar buiten? Afgelopen dinsdag. Afgelopen dinsdag, ja. Nee, we hebben wel heel veel steunbetuigingen gekregen en veel mensen die wel geschrokken reageerden. We hebben wel gewoon heel veel vrienden en betrokkenen, DJ's, mensen die dicht bij de club staan, hadden wel ingelicht en hebben gebeld. Mm-hmm. Dus de vaste crew wist er al van, maar volgens mij kwam het nog wel redelijk aan als een bom. Was dat bij jou ook zo, Jorn? Dat was helemaal hetzelfde. Ik had mijn echt goede vrienden had ik al wat eerder ingelicht dan afgelopen dinsdag. Maar vanuit alle hoeken en gaten kwamen steunbetuigingen en lieve berichtjes. Ja, dat moet dan toch ook wel fijn zijn, denk ik. Absoluut. Ja, dat voelt wel goed, zeker. Ja. Even terug naar het begin. 2016 begon Oost. Waarom wilden jullie een nachtclub? Goeie vraag. Ik denk dat een soort van stiekem een jongensdroom is voor heel veel jongens, meisjes die in de elektronische muziek werkzaam zijn. Ja, dat was het wel. We deden voorheen ook wel wat evenementen en dit kwam heel toevallig voorbij. En het voelde wel als een soort van hele speciale optie, kans om te doen. En dus vandaar, ja. Jorn, hoe zag nou die hele clubnachtscene in Groningen eruit toen jullie wilden beginnen? Nou, ik ben het niet begonnen. Ik ben in 2017 er pas bijgekomen. Dus niet vanaf het allereerste moment? Nee, ik ben een jaar later ben ik ingestroomd. Rob van den Ham, die is het begonnen samen met Bram. Maar hoe het eruit zag, ja, er waren een paar plekken. Je had de Subsonic, je had Pand 48, Paradigm. En daar draaiden wij zelf altijd wel een beetje. Paradigm niet echt. Die hadden wel echt een eigen jongens in de stal, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En Pand 48 viel toen op een gegeven moment weg. En de Subsonic die hield ermee op. En toen merkte je wel dat er echt in het nachtleven van de stad een gat viel. En hadden jullie, je hebt dat gat geconstateerd, hadden jullie toen meteen al een soort van visioen of een helder concept met oké, dit willen we doen? Ik denk dat er qua programma wel wat vernieuwender waren, wat progressiever. Al vind ik dat heel lastig om dat in die termen uit te drukken. Dat is natuurlijk iets wat iemand leuk vindt of niet. Mm-hmm. Maar ik denk dat wij qua programmering wat vernieuwender waren zijn. En ook, we vonden het ook heel belangrijk om een soort maatschappelijk thema toe te voegen. Dat hebben we vanaf het begin af aan direct gedaan, middels een discours. Een soort van discussieavond, of in ieder geval een vormloze avond. Het kan ook middels een film zijn, of middels een spreker. Of... En wat voor thema's hebben we het dan over? Ons eerste thema was volgens mij, we hebben het over seks gehad volgens mij. We hebben het over Groningen en Amsterdam gehad als werkveld. Dus heel veel jonge mensen die natuurlijk naar de Randstad reizen voor werk. En of het eigenlijk uit kan en waarom en wat de beweegredenen zijn, internationals, dus waarom heel veel internationals Groningen opzoeken. Ja. En wat die internationals Groningen ook kunnen bieden. Dat zijn de thema's die ik zou mogen. Dus je had een themaavond, die willen maatschappelijk zijn, progressieve programmering, hoor ik. Toen, is natuurlijk corona geweest, Jorn. Corona en het hebben van een nachtclub, hoe dramatisch was dit? Ja, dat gaat niet samen. Nee. We zijn nu, misschien 13 maart, hebben we de laatste clubnacht gehad. Daarna zijn we gesloten. Maar dan heb je toch eigenlijk ook nog wel weer lang volgehouden, denk ik dan? Ja, zeker. Maar met de kennis van vandaag had ik het wel anders aangepakt, denk ik. Want het is wel echt een heel zwaar jaar geweest. Hoe had je het dan aangepakt? Ik denk dat ik dan wel wat eerder had gezegd dat ik de stekker eruit had getrokken. Ja. Ja. Je ligt gewoon helemaal stil. En in het begin denk je stiekem ook nog wel van, oh, nou, het is best wel even lekker, een paar weekendjes vrij. Want je gaat ervan uit dat het maar een paar weekendjes duurt. En dan wordt het telkens maar verlengd en verlengd. Je probeert nog wel een binding te houden met je community. Best lastig. Ja. Ga je nog allemaal dingen organiseren, zoals livestreams, heel intensief. Het kost allemaal geld en het levert niet zo heel veel op. Dus... Kunnen we dan nu ook zeggen, Bram, dat die stekker er definitief uit is? Wel uit de huidige locatie, dat denk ik wel. Oost in de Oosterstraat, dat is
afgelopen? Ja, we zijn wel op zoek naar een nieuwe locatie natuurlijk. Dat hebben we ook aangegeven in de berichten. Maar ja, de Oosterstraat, we komen niet uit met de pandeigenaar. Dus dat is ook wel de uiteindelijke reden geweest dat we zijn gestopt. Ja, dus het pand en natuurlijk de pandemie, dat hielp allebei niet. Nee. Jullie zijn volgens mij al druk bezig met op zoek naar een andere plek. Wat zijn, als alles mag, hè, even los van dingen die je wel of niet geschikt zijn, gewoon waar moet Oost komen staan? Gaat het nog Oost heten trouwens? Ik denk wel dat het concept helemaal afhankelijk is van de locatie. Dus ik denk een nachtclub ergens anders, dat zou heel cool zijn. Maar het hoeft niet per se Oost te heten wat mij betreft. Maar ja, qua locaties, ik fiets net de kelder hierin. Ik denk, oh, dat is ook wel een toffe plek. Ik kijk even naar Daphne, daar moet je zo meteen even mee kletsen. De kelder van dit gebouw? Nou, dat is ook weer een grapje. Maar het oude Forum bijvoorbeeld, ja. De bioscoop. Ja, dat staat helemaal leeg. Ja, zeker. Ja, Jorn, is dat V&D, hoor ik? Heb jij nog een droomlocatie? Nou ja, de camera, het oude Forum, daar heb ik gisteren heel lang naar binnen lopen turen. En ik zag dat daar de zaal 1, 2 verdiepingen onder de grond zit. Ja. Dus ja, dat is een perfecte plek om flink wat herrie te kunnen maken. Zie je, helemaal glunderen. Ja, ik word heel enthousiast. Leuk idee. Ja, en het pand is van de gemeente volgens mij. Dus, ja. En die kijken nu, hè? Dus die gaan jullie even bellen. Hint. Nog even over zo'n nachtclub, hè, en het nachtleven. Wat is nou zo belangrijk aan naar een nachtclub gaan en die hele waarde die daaraan hangt? Ik denk dat wat heel veel mensen onderschatten is dat er een hele grote sociale cultuur om het nachtleven hangt. En die cultuur is heel lastig uit te drukken in woorden, vind ik altijd. Maar het is voor mensen wel echt een soort van uitlaatklep. Een soort van communitygevoel. Dus ik denk dat ook heel veel mensen, vooral jongeren in Groningen, best elkaar al leren kennen hier in Groningen. Ook in een nachtclub. Ook voor een hele hoop internationals is het wel een soort van moment om echt samen te komen. Ja. Dus die binding is denk ik heel belangrijk. En dat gebeurt in de nacht. En dat is wel een soort van, ja, het is een soort van clubhuisgevoel die je dan creëert. Maar ja, wat dat precies allemaal is. Ik denk alleen dat het bij een nachtclub het sociale ding, misschien nog het sociale aspect nogal veel belangrijker is. Dan misschien alleen het programma of alles eromheen, zeg maar. Nou, Jorn, dingen als Simplon of Vera, poppodia, die worden volgens mij best wel gesteund. Die hebben het niet heel zwaar. Wat is eigenlijk het grote verschil dan tussen bijvoorbeeld zo'n Vera en wat jullie doen? Dat verschil zit vooral in, denk ik, dat er gesubsidieerde poppodia zijn. Ja. En wij een commerciële huurprijs betalen. Op het moment dat je afhankelijk bent van een huurbaas die een korting intrekt en een huursverhoging doorzet, ja, dan wordt het wel heel lastig. Dan loopt het op een gegeven moment wel heel snel bij je weg. Want we kregen natuurlijk best wel wat steun van de overheid en dat ging allemaal best wel goed. Maar ja, als we dat soort dingen mee gaan spelen, dat is wel, dan kan het in één keer heel snel gaan. En dat is wel wat er gebeurd is. Nou weet ik dat in Berlijn bijvoorbeeld, daar wordt de club zien eigenlijk gewoon door de stad en door heel Duitsland net zo belangrijk gezien als naar een museum gaan. Dat hoort gewoon bij de cultuur. Hoe gaat dat hier in Nederland? Wel een stukje anders. Ja? Ja. Ik denk dat in Nederland, ik denk vooral de erkenning dat clubs een bepaalde culturele waarde vertegenwoordigen, is er momenteel niet. Ik denk dat vooral clubs momenteel gezien worden als horeca, dus in principe gewoon als bar of zeilderij is een bar, een restaurant of een nachtplek voor in de nacht. Maar niet per se als een poppodium bijvoorbeeld, of dat er een bepaalde culturele waarde toegevoegd wordt. Gaat dat veranderen, denk je? Wellicht. Ik denk wel dat dit het moment is dat het blootgelegd is. En dat er wellicht een verandering kan plaatsvinden wat dat betreft. Ja. En het verschil zit er ook vooral in, denk ik, dat nachtclubs over het algemeen zichzelf wel redden. Dus die redden het qua financiën zeg maar net. Als je het vergelijkt met een poppodium zal het zonder subsidie vaak niet kunnen bestaan. Ik denk dat nachtclubs daarin vaak wat efficiënter, wat sneller en wat bij de tijd zijn met een aantal dingen. En dat is al het grote verschil, denk ik. Ja. Nou wil ik even als laatste vraag van jullie weten. De deuren gaan dicht, Oosterstraat, dat is verleden tijd. Komt er nog een eindfeest? Tuurlijk. Oké, gelukkig. En wanneer? Waar? Kunnen we al een kaartje kopen? Ja, nee, het hangt er natuurlijk helemaal van af wat er weer mag natuurlijk. Maar het idee is dat we vanaf, uit mijn hoofd, de eerste weekend van augustus, elke zaterdag één dag open zijn in de week. Met een speciale afsluiting. En de closing weekend is op 3 en 4 september.
Oké. Dat houden wij dus in de gaten. Ik hoop dat jullie dat misschien een beetje kunnen uitpakken. Ik denk dat jullie dat wel gaan doen. We gaan ons best doen. Zie, ik zit hier een beetje te frutselen. Hè? Ja. Kom jij langs? Ja, en komen jullie het even aankondigen hier dan, jullie eindfeest? Lijkt me leuk. Fijn dat jullie er waren. Ga lekker zitten. En mag ik een applaus voor Bram en Jorn. APPLAUS